Het Repair Café in het Trefpunt van Heiloo bestaat deze maand 10 jaar. Een mooi moment om even terug te kijken op deze 10 jaar van reparaties van diverse goederen, zoals radio's, stofzuigers, kleding, sieraden en dergelijke. Sinds de start 10 jaar geleden tot nu zijn er ruim 2500 reparaties succesvol uitgevoerd. Iedereen werd voorzien van een gebakje en koffie, terwijl ze moesten wachten op hun beurt om de reparatie uit te laten voeren. Goedemorgen, dames en heren. Mag ik heel eventjes de aandacht? Dank u. Vandaag bestaat het, niet exact vandaag, maar 10 jaar geleden in mei is het Repair Café opgericht. Ontzettend groot succes. Het is hier ook altijd heel erg gezellig, moet ik zeggen. Ik heb eventjes gekeken vorige week. We hebben ruim 2500 artikelen gerepareerd. Dat is inclusief de naaiklusjes en de kettingen. Alles eigenlijk wat hier gedaan wordt. Ik dacht dat dit een mooi moment was om er een klein feestje van te maken. Dus alle bezoekers die krijgen in ieder geval een petit voortje en een kleine attentie. De vrijwilligers uiteraard ook. Want als ik geen vrijwilligers had, had ik dit natuurlijk nooit kunnen organiseren. Dus mijn hartelijke dank daarvoor. En ik heb net eventjes gevraagd, maar Willy, die hier op de hoekje zit, jij zit al 10 jaar bij het Repair Café. Ja. Jij bent er echt vanaf de start bij. Ja. Ja. Nou, en voor de rest, ik ga nu het woord eventjes aan Ronald Venning geven, de wethouder. Die zal nog wat zeggen en daarna kunnen jullie gewoon lekker gaan repareren. Ja, Wanda, bedankt. Mijn naam is Ronald Venning. Ik ben wethouder duurzaamheid onder andere, naast een aantal andere dingen. En toen de uitnodiging in het college kwam, want zo gaat het op dinsdag, hè, dan krijgen wij een lijstje met uitnodigingen en dan kijken we altijd, wie gaat waar naartoe. En het was natuurlijk vanzelfsprekend dat ik hier graag even naartoe wilde, want dit spreekt mij enorm aan. Het gaat niet alleen om mijzelf, maar ik ben wel iemand die ook eerst probeert om dingen zelf te repareren. Zelfs de wasmachine, die haal ik uit elkaar als het moet. En voor de echte handige mensen, je kan tegenwoordig zelfs printplaatjes op internet bestellen als je droger het niet meer doet. Dus er kan heel veel. Tegelijkertijd kan er ook heel veel niet. Hè? En dat is ook waar vanuit de repaircafés echt aandacht voor gevraagd wordt. Want er zijn nog te veel spullen die niet gerepareerd kunnen worden. En we hebben ook echt Europa nodig om daar verandering in aan te brengen. Dat gaan we hier niet regelen vandaag. Maar dankzij jullie inzet en de bereidheid om vrije tijd te steken in het helpen van anderen. Maar daarbij eigenlijk ook een hele belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van dingen, waardoor er geen nieuwe dingen aangeschaft hoeven te worden. Wat grondstoffen scheelt, dat past ook heel erg in waar we als gemeente ons hart voor maken. Hergebruik, dat is enorm belangrijk, want heel veel van wat wij besteden aan de grondstoffen die we gebruiken, gaat eigenlijk allemaal naar consumptiegoederen die te snel kapot gaan, vroegtijdig afgedankt worden. En daar kunnen we met z'n allen gewoon wel een bijdrage aan leveren. En jullie spelen er ook een belangrijke rol in. Dus een heel dik compliment voor de mensen die hier iedere keer toch weer proberen om iets aan de praat te krijgen. En ik heb net even met een van de mensen gesproken. Het blijkt ook nog wel eens dat de dingen niet kapot zijn, maar dat soms even mensen meenemen in hoe gebruik je het dan eigenlijk ook al helpt. Dat zijn de simpelste oplossingen. Jullie inzet helpt erbij. Ook de mensen die de moeite nemen om niet zo'n apparaat meteen af te danken, maar hier even langs te gaan, dat is minst zo belangrijk. Maar ook een dik compliment voor Wanda, want eigenlijk was je tijd vooruit, zou ik zeggen. Misschien wel. Nou, niet misschien, laat dat misschien maar weg. Want je ziet dat die hele aandacht voor, wat dan wel met een mooi woord de circulaire economie genoemd wordt, dat we het niet meer over afval hebben, maar over grondstoffen. Ja, dat is de laatste paar jaar met name wel, in een soort stroomversnelling gekomen. Maar jij was er al mee bezig, voordat het voor veel mensen een issue was. Dus dank aan jullie als vrijwilligers, ook dank aan Wanda. En ik hoop dat het ook voor jullie een stimulans is om door te gaan. En ik heb net al gezegd, als ik op een gegeven moment klaar ben met werken, zijn dit nou typisch de dingen waar ik mijn vrije tijd ook wel in zou willen steken. Dus succes en een mooie dag. Dankjewel.